Wat ben jij een ongelooflijk vervelende bank. Hé joh, hé joh, hé joh. Doe eens even rustig joh. Hé joh. Doe eens even rustig joh. Hé joh. Wat doe je? Jongens, dit is niet de bedoeling. Hé Niels jongen, jij dacht zeker dat de bankencrisis bijna voorbij was? Ja toch? Nou, voor Jelita dus niet. Want zij zit er op dit moment middenin. Haar bank is namelijk finaal ingestort. Het ergste is nog, de bankdirecteur wil haar niet helpen met het probleem, hè? En daarvoor zijn wij dus ingeschakeld. En daarom zijn we onderweg naar Zwolle. Heb jij je tanden al gepoetst vandaag? Ik raad jou aan om vooral rechtdoor te blijven praten. Nee, is dat echt zo? Ja, dit is echt zo. Ja, ik vind dat dus heel vervelend. Je bent dat vergeten. Nee, ik heb mijn tanden gepoetst. Maar wat is er fout gegaan dan? Nou, gisteren stonk ik ook al uit mijn mond. Jezus. En ik stink nooit uit mijn mond. Ja, nu wel. Oh, bah. Wat kut voor jou ook. Ja, misschien is er een kies aan het rotten. Oh, bah. Ja. Nou, dat zou nog kunnen ook, want ik heb ontstoken tandvlees. Ja, je begrijpt wel dat ik even wat anders heb aangetrokken. Het zweet breekt je uit in de auto met deze achterlijke gladiool. Mijn rem deed het niet. Die rem is kapot. Ja, nou, die rem is maar... Ik binnenkort ook als dit zo doorgaat. Wat was dit? Ik ga boeven pakken. Ik ging dus echt voor de Dukes of Hazard. Ik zag dat stoepje en ik denk, nou, plankgas. Daar staat hij. De man die nog leeft. De jongens gaan langs bij Jelita. Ze kocht een bank waar al snel wat mee aan de hand bleek te zijn. Ze nam daarom contact op met de verkoper. Een meubelhal. Die zou het probleem oplossen. Maar 2 jaar later is er nog steeds helemaal niets gebeurd. Oh. En dat doen we niet om dat poesje, maar... Nee, dat snap ik. Nee, dat doen we om jou natuurlijk. Dat is een heel zielig verhaal. Hé, hoe gaat het met je? Ja, goed naar omstandigheden. Nou, je ziet het ook. Je ziet het daar in het midden. Nee, dit was geen goede investering. Nee, dat was geen goede aankoop. Hoeveel is hij in waarde gedaald in de afgelopen maanden? Ah, ik denk dat hij niet meer verkoopbaar is. Nee. Oh, mijn rug! Wow. Ah. Hij is wel echt... Oh. 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 Dit zit heel apart, hè? Jeus. Ligt het aan die kussens of ook aan het gebeuren wat eronder zit? Wat zit hieronder? Ja, want dit voelt ook... Wat er in dat onderstel zit. Ja, dan gaat het dus om... Het is niet eens de kussens. Maar het mag ook wel een keer gestofzogen worden. Nou, ja, dat maakt niet uit. Maar dit voelt al minder sterk dan hier. Maar ik zie het. Dit is het probleem. In het midden is hij gewoon doorgezakt. Wanneer is deze hele bankencrisis begonnen? Ik heb hem 3 jaar geleden gekocht. Ja. En na een half jaar begon hij eigenlijk al door te zakken. Na een half jaar al? Ja. Na een jaar heb ik contact gezocht. Wat kwam eruit? Nou, dat ze het eigenlijk zouden oplossen. Ze zouden het gaan opvullen. De kussens? Ja, de kussens. Dus er was een oplossing? Ja, er was een oplossing. Die is alleen nooit nagekomen. En wat kostte de bank? Ja, met de stoel samen heb ik geloof ik 1200 of 1300 euro voor. Zij wijven het weg, het probleem. Ja, nu zeggen ze dat ik met de leverancier contact moet zoeken, want we hebben geen samenwerking meer. Oh, maar dat is vals. Want in principe zijn zij natuurlijk gewoon verantwoordelijk. Ze schuiven het probleem gewoon door. En het is gewoon puur voor de kijker, er is niet op gewiept, ja? Dus, wat wil jij eigenlijk? Ja, een nieuwe bank vind ik wel leuk. Nieuwe bank? Ja, en die oplossing met kussens vullen, dat hoef ik ook niet meer. Nee. Waarom hoef je geen geld terug? Ik was aan het praten. Ah. Sorry. Nou, kijk, ik vind dat ook... Goed zo, nu doe ik het een keer terug. Ja. Want jij... Nee, middenin in mijn vragen stel jij gewoon weer andere vragen. En dat is niet de eerste keer dit seizoen. Nee, klopt. Ik kan het nog wel hebben. Maar straks doe je het tegen een oplichter en je hebt een keer de verkeerde voor je. Dan heb je er eentje op je poffertje. Dan heb je hem zo, hè. Pas nou maar op, want het gaat een keer gebeuren. Is deze bankenverkoper gevaarlijk? Toen ik de bank kocht was hij heel vriendelijk. Dus wij hoeven geen beveiliging mee te nemen? Nee, dat denk ik niet. Wij hoorden dus dat jij een gamer was. Ja. Nou krijg je allemaal cijfertjes te horen. Hier zo. Nee, dat kistje. Terug. Nee, terug. Daar. Zie je, we zijn een team samen. Ik heb hier een goed gevoel bij. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two. Ongelooflijk, dankjewel voor het spelen. Ja. U hoort nog van ons. Yes. Helemaal goed. Huh? Jongen, wat een kutdag. Oh, tanden. Wat voor bedrijven zitten er nou achter? Kijk. Ik wil die website wel even zien van ze. Kijk, nou, het is wel een hele mooie site. En die ziet er niet zo ingezakt uit als de bank die we hebben gezien bij onze Jelita. Oké, laten we even kijken naar de reviews hier. Ja. Nou, het is nog niet eens zo slecht, hè? 3,7 sterren van de 5. Je ziet best wel... Ook wel goede recensies, maar hier dan bijvoorbeeld 2,5 jaar geleden een bank gekocht en nu al volledig doorgezakte kussens. Meerdere malen naar de winkel geweest en elke keer de mededeling dat we nieuwe kussens zouden krijgen, maar ineens een mail dat de leverancier failliet is. Dat is eigenlijk precies hetzelfde verhaal als wat zij net ons heeft verteld. Ja, dat patroon komt ook steeds terug. Ik heb een e-mail gestuurd, 100 keer gebeld, berichtjes achtergelaten, maar je krijgt nooit reactie terug. Vriendelijk tot de aankoop rond is, daarna niet meer. Nee. En ik denk dat dat ook de spijker op zijn kop slaat. Niet alle banken zijn slecht, dat moeten we gewoon eerlijk toegeven. Maar de service is vooral gewoon bovenal slecht. Ja. Ze willen helemaal niet de problemen oplossen van de mensen waarbij de bank wel is ingezakt. Ah, Bart! Bart is de bankdirecteur. Hij heeft een leuk artikeltje online staan. Ja. Oh. Dit is hem, Bart. Hij zit ook zelf niet eens op zijn bank. Nee, hij zit op de rugleuning. Ja, omdat de bank waarschijnlijk is ingezakt. Ja, ja. De jongens kunnen niet langer stilzitten en hangen de research nu al aan de wilgen. Na de onderzoek naar bankdirecteur Bart vinden ze het niet nodig. Hun gedupeerde Jelita vond het een vriendelijke man en de beveiliger kon thuisblijven. Dus wat staat ze nog in de weg om er nu op af te gaan? Nou, dit is wel weer een ongekend masterplan dat we hebben. Ja, wij worden echt elke week beter, man. We hebben nou echt een truc bedacht om hem uit zijn tent te lokken daar. Ja, want kijk, hierachter hebben wij in ieder geval een bank. Ja, want dan kunnen we even laten zien van ja, ik zoek zoiets, maar dan een luxere versie. En dan moet hij helemaal meelopen. En dan denkt hij, oh ja, ik wil even kijken wat zijn oude bank is. En dan bam, kom jij uit de auto en je confronteert hem met zijn daden. Oh. Maar op een leuke, luchtige manier. Ja. Want ik vind dit niet echt een oplichter. Het meer is... een slechte zakenman. Ja, hij heeft zijn service niet helemaal op orde. Nee, dat is het. Even kijken, nou moeten we opletten, want we komen nu in de buurt. Is het nu al spannend? Vind je dit nu al spannend? Ik vind deze zaak niet spannend. Nog steeds spannend, Daniels. Ja, ik vind het heel spannend. Hoi. Goeiedag. Ik vind het toch een beetje moeilijk om te splitsen. Ik weet niet hoe het met hem gaat en hoe zijn gezondheid is. Maar ik heb wel live contact. Niels. Hi Bart. Ik zoek een nieuwe bank. Ik heb toevallig mijn oude bank in de wagen staan. Ja. En ik zoek eigenlijk een iets luxere versie. Misschien even een lapje. Zeker. Ja, ik heb hem hier even buiten neergezet. Kan je even kijken welke... Of je een luxere versie ervan hebt. Nou, wij zijn Mark en Niels van het programma Onrecht. We komen hier namens Jelita. We komen hier Jelita? Ja, Jelita die heeft in 2018 bij jou een bank gekocht. En die doet al vanaf maart 2020 pogingen om of het geld terug te krijgen. Jelita. Het is heel simpel, het gaat over deze bank. Waarom is er maandenlang gedaan over deze correspondentie? Wij zijn een hardgroeiend jong bedrijf. Ja. Ik ga zelf niet over het mailverkeer, dus het zou heel hard kunnen. We zitten met de corona, we hebben hele slechte levertijden. Wij begrijpen dat, hè? En wij zeggen ook absoluut niet dat je een oplichter bent. Nee. Alleen, we willen een oplossing. Alleen, that's it. Ik denk dat er niks op te lossen valt. Het gaat mij om dat het product wat zij heeft, 99,9% helemaal naar verwachting is. Kijk, zij is niet de enige, er zijn meerdere, hè? Luister, ik verkoop duizenden banken per jaar. Ja? Ja. En heus dat er zeker eens iets tussen zit van, die zijn niet tevreden. Ja, maar, er wordt niet eens iemand gestuurd, hè? Je stuurt niet eens iemand. Dus als iemand met een klacht komt, dan zeg jij op basis van een fotootje... oh nee, dan moet je een beetje inkloppen. Dat is toch... Ja. Bart wil bewijzen dat de bank wel goed is. Maar daar is het tientallen maanden na de klacht wat de jongens betreft te laat voor. Zij willen het geld van Jelita terug. De mannen blijven in cirkeltjes draaien. Mark had zich nog zo voorgenomen om de confrontatie luchtig te laten verlopen. Maar juist hij werkt op Bart als een rode lap op een stier. Je ziet er nog niks van, maar van binnen staat Bart nu op het punt van ontploffen. En als Mark dan nog één foute opmerking maakt, loopt de zaak op een verschrikkelijke manier uit de hand. Wat zie jij als een passende oplossing voor onze Jelita? Dat wij gezamenlijk daarheen gaan. Ja? Maar dat... Nee. Gaan we niet doen, 2,5 jaar inderdaad. Als de kwaliteit 1,5 jaar geleden niet goed was, is het nu nog niet goed. Dus wij gaan erheen. We nemen een onafhankelijk expert. Mogen jullie inschakelen? Die wil ik niet kennen. Wij hebben hem toch getest? Ja, maar wat weet jij nog aan banken af? Je kan je blouse niet instrijken voor tv. Kom op. Wat ben jij een ongelooflijk vervelende bank. Hé joh, hé joh, hé joh. Doe eens even rustig joh. Hé joh. Doe eens even rustig joh. Hé joh. Wat doe je? Hé joh. Jongens, dit is niet de bedoeling. Wat is dit nou? Wat is dit joh? Hé joh, doe eens even normaal. Jongen. Ja joh, je moet het nog even aandoen. Idioot. Hé! Stap eens even. Blijf even staan, vriend. Jongens. Dan probeer je het gewoon te praten. Wij gaan weg. We gaan weg. Als jij het uitlokt bij iemand om zo te reageren, dan is het je eigen schuld. Ja. Ja? En dan moet je nu niet als een bank pushen, moet je gaan wegrennen. Ja? Nou, deze bange poesjes vinden het wel even goed zo. En blazen met de staart tussen de benen de aftocht. Bij de keel grijpen ook. Ja. Gewoon, oh! Ja. Jij schrikt er maar van. Ja. Nou, ik heb het meegemaakt. Jij hebt geen bank overvallen. Jij bent over een bank heen gevallen. Heb jij ook maar één moment gedacht dat jij het van deze bankdirecteur zou winnen? Heel eerlijk, nee. Nee. Ik voelde me gewoon een soort aangeschoten wild, ja. Waarvan er gewoon jagers, hoep, mij gewoon volledig ten prooi hadden gelegd. Dit was naadje, man. Dit was door het oog van de naad. Ja. Oh, ben jij ook geschrokken, popje? Ben jij ook geschrokken? Ik had het ook niet verwacht, want ik dacht dat het nog wel redelijk ging eindigen. Maar hij werd in één keer zo boos. Na het opstootje neemt de redactie contact op met bankdirecteur Bart. Bart zit toch wel met de situatie in zijn maag en is bereid alsnog mee te werken aan een oplossing. De jongens krijgen dan ook te horen dat ze terug moeten naar het hol van de leeuw. En ze kunnen werkelijk niet wachten. Als je een beetje logisch kan nadenken, dan snap je dat we nu gewoon snipers op het dak willen. Dat we met een tank aankomen. En deze keer bereiden ze zich wel goed voor. Dennis! Normaal, man! Wat goed dat je even ons te woord wil staan. Want wij moeten een beetje zelf gaan leren hoe we ons beter kunnen verdedigen. Want we zijn de vorige keer enorm aangepakt. De zelfverdediging was niet on point. En we hoorden dat jij al bijna een bruine band hebt. Nou, die had ik al een tijdje, die bruine band. Welke band heb je nu als wereldkampioen? Deze stijl van jou. Zo, dat vind ik al een stijl dat ik denk van ja, dat heb je ook gewoon zien om daarop te meppen. Ga eens een beetje rechtop staan. Beetje rechtop staan, maar ik hoor het niet. Kijk, ja, zo? Dat ziet er wel een stuk beter uit. Moet je bijvoorbeeld naar achteren lopen als iemand op je afkomt? Naar achteren? Dat voelt meteen alsof je enorm terugdeinst. Ik zou ook niet naar voren, maar gewoon eens een beetje naar de zijkant toe lopen zo. Oh. Denk in cirkels. Jullie moeten meer in cirkels denken. En? Jullie denken te veel. Deze beweging naar voren en naar achteren, dat is best wel eendimensionaal. Kijk gewoon en loop eens een beetje om hem heen. En misschien kan je hem dan eens bij zijn schouder pakken en zeggen, hé vriend, doe eens rustig. Doe eens even rustig, hé. Het gaat al veel beter. Ja. Oh ja, cirkels. Doe eens even rustig, hé. Dus... Ja. Oké, die hebben we. Agressief, jongens. Want jullie hebben te maken met een agressief iemand. Mocht die verdediging dan toch niet genoeg zijn voor ons, heb je dan nog even één worp voor ons die je ons kan aanleren? De renner. De renner. Volgens mij gaat de renner zo. Ah, lekker, ja. Lekker. Kom maar hier. Jongen. Nou. Turbo. Er is cirkels! Er is cirkels! Doe even rustig, man. Waarom ben je nou zo boos? Waarom ben je nou zo boos? Lekker hoor dit. Ja. Ik pak je. Oh, dankjewel. Nou, hop naar bankdirecteur Bart en terughalen dat geld van Jelita. De mannen hebben niets aan het toeval overgelaten. Kijk eens. Nou, er zit een grijns op zijn gezicht. We komen in vrede. Wat komt eraan? Ik heb hem even afgetaped voor je. Ja, het beste. Beste? Ja, als wij gewoon praten, kan hij zijn mond houden. Heel goed. Zo. Ik ga die bank vergoeden, onder protest. Zo mag de bank ook houden. Laten we hier niemand geven die onbemiddeld is, want er kan nog goed op gezeten worden. Ik denk, en hebben jullie dit voor elkaar en ik ook voor elkaar. Ja. En nou, dan kunnen we nu beginnen, toch? Nou, dat vind ik wel echt top. Even serieus, doen we even zo. Ja, toch? Nou, van onze kant dus. We hebben het niet handig aangepakt. Wij moeten daarin verbeteren. We zijn ook maar beginners. Nee, ik ook. Dat heb je gezien. Ik ben ook maar aan het beginnen. Ik zeg, ik vond het wel actie. Maar het was even niet zo de bedoeling. Ja. Dus nou, jullie geven je over, dan geef ik me ook over. Top, man. Ja, echt super. Mag deze eindelijk weer af? Ja. Nou, doen we even een groepsknuffel. Even lekker knuffeltje. Top, man.